Vorig jaar hebben wij Loot Crate gemaild. En Loot Crate, ja, dat is een soort loot in een soort crate, in een soort doosje. Je weet niet wat. En je krijgt een doos met erin. Niemand weet wat. Je betaalt ervoor. Je pakt het uit. En, oh, wat is dit? Wat vet! En dan ben je er blij mee. Nou, kortom, dat was een heel groot succes. In Amerika en Europa wordt dat heel veel verkocht. En dus heeft Loot Crate nu speciale edities. Inderdaad, Marcel laat het al zien. De grote, de grande onthulling. Halo krijgt ook zo'n editie. Elke twee maanden gaat Loot Crate namelijk een Halo Legendary Crate sturen naar hun abonnees. En wij kregen deze eerste Loot Crate. En volgens mij gaan we hem elke twee maanden krijgen. Dus we zijn echt super blij ermee. En dat betekent dat we elke twee maanden deze fucking vette unboxing kunnen doen. Dus als je hem thuis hebt, check deze video nog niet. Ga het eerst zelf uitpakken. Heb je er geen interesse in, vind je het toch leuk om te zien wat er allemaal in zit, moet je vooral lekker deze bekijken. En we gaan gewoon kijken wat er in deze eerste Loot Crate zit. Dan zijn mijn verwachtingen voor een eerste Loot Crate natuurlijk best wel hoog. Want zo'n eerste Loot Crate, in dit geval zo'n eerste Legendary Crate, daar moet je natuurlijk een beetje indruk maken, hè, natuurlijk. Want dan moet je, oh, is dit elke maand een hele game? Ik weet niet. Wow. Ik vind de doos sowieso best wel vet al. Doos van binnen, hebben we mooi aangekleed. Oké, dit is voor Eyes Only, Top Secret. Even wachten, ik lees het eerst zelf voor. Ja, oké, dat is duidelijk. Kijk dan jongens, de Loot Crate. We beginnen met wat zijn dit? Screenshots noemen ze het. Marcel, zijn dit niet gewoon de soort van, hoe heet het ook alweer? Mega Bloks Lego dingen? Het is Collect and Connect. Collect and Connect. Oh, je kan ze ook nog aan elkaar vastzetten ook. Ach, dit is altijd zo leuk een unboxing. kijk, oké, dan hebben we gelijk de eerste twee. Oh, deze zijn echt schattig. Ze zijn exact hetzelfde. Valt me wel op. En het is Collect and Connect. Dus als je er straks nog in hebt, dan kan je ze met het pootje eraan vastzetten. We hebben hier een super vette, ik hoop, maat Amerikaanse 11, Europese XL. Het lijkt er niet op. Longsleeve trui. Deze is wel leuk voor jou, denk Mars. Ik denk dat het nog een maat is ook. Kijk hoe vet het is. Optionnetje erbij. Super awesome. We hebben een... Is het heel erg als ik deze niet ken, deze guy? Of is dit gewoon de Master Chief, maar dan als... Jinx heet dit. Oh, de Jinx is het merk van het... Die maken waarschijnlijk dit soort poppetjes. Sorry dat ik ze niet ken. Ik zou waarschijnlijk Noob genoemd worden in de comments. Het spijt me. Ik hou vooral van Halo. Dan hebben we hier nog een... Ik denk dat het een tasje is. Een super kek bag. Opletten op mijn... Sorry hoor. Waar zit die? Oh, hij zit hier. Ah, nou, zoals je ziet een super kekke bag. Die kan je super handig ook, kan net aan een laptop in. En natuurlijk de exclusieve Halo Legendary Crate pin. En dit is ook nog eens een Founders pin. Hè? Dus deze pin zit alleen maar in de eerste natuurlijk, Founders pin. De Spartan 6 Initiation, Spartan 4. En hier heb je nog het boekje waar alles in zit. Jongens, dit zit in die allereerste Legendary Halo Loot Crate, jongens. Legendary Crate van Halo. Laat eens in de comments even weten wat je ervan vindt. Over twee maanden komt er alweer een nieuwe. Dit wordt dus echt vast. Je kunt er ook lid van worden. Dan gaan we in de beschrijving ongetwijfeld wel een linkje naartoe sturen waar je lid kan worden als je dat tof vindt. Zo niet, wij gaan over twee maanden de volgende weer unboxen en dan zie je precies wat erin zit. Hoe ver is dat? En over twee maanden, of over twee maanden, over een jaar is mijn hele huis vol Halo.